Welkom terug. Weer eens een nieuw videootje. Vandaag gaan we 2 rijen van 6 zonnepanelen monteren. Gebruik maken van Evo, Flickfit, S-Deck. Op wat oudere pannetjes. Trina zonnepanelen, 330 watt piek. En een parallel systeem met micro-omvormers van AP Systems. Enjoy! Hier hebben we het koppelblok. Die schuif je in de rails, zo, tot en met hier. En dan map je de andere rails er zo in. Dat is heel stevig. We hebben lengtes van 3 meter. Dus we maken zo 6 meter ervan. 6 meter is net wat aan de lange kant voor de bus. We staan op een aanbouwtje. Deze gaan we even heel stout in de ladder doen. Mijn hoofd komt tot hier, bijna. De dakhaken van S-Deck. Deze die klik je een beetje uit. Ik schroef hem altijd een heel klein beetje aan. Deze, ja, voor het beginnen is het makkelijk om ze allemaal op dezelfde hoogte te stellen. Even aandraaien. Soms zit hij wel eens wat losser. Schuift hem achter de pan. Mocht hij omhoog uitsteken, dan kan je opvulrubber gebruiken. Zelftappende schroeven. 6 keer 25. Dat is om de omvormers vast te zetten, de aarde. Bijbehorend bitje. Eindkap. De moduleklem. Dit rubbertje zit erop. Als je hem erop klikt, dat hij omhoog blijft staan. Dat is makkelijk voor het monteren. Er is allemaal goed over nagedacht. Meetstok. Tie-rips, kniptang. Ja, ik heb de keg nog altijd bij. Daar zet ik de rails mee in lijn. Wat ik ook altijd doe, is op de duimstok aangeven waar het montagegat zit. Ik gebruik altijd de montagehulpset van S-Deck. Reuze handig. Dan hang je de panelen aan het frame. Je kan er stekkers in klikken. Die heb ik hier nog niet bij. Dan een lange bit. S-Deck verandert op een duur ook zijn product. Dus ik ben heel benieuwd. Waardoor het wel makkelijker is in verband met deze bits. Maar dat zien jullie vanzelf wel. Enjoy. Zo, we hebben wat pannen open. Dan gaan we meten. De haak komt straks zo. Hier ook een setje. S-Deck Classic. Het voordeel van ons is, kan je een hoogte verstellen. Alleen even goed kijken voor die pijp te meten, dan passend krijgen. Ta-ta-ta-ta-ta. Altijd even, als je echt vol legt, even de middenmuur even markeren. Ik probeer die eigenlijk altijd vrij te houden, zodat je in je eigen gebied blijft. Zo, flink deel haken geplaatst. Normaal begin ik van onder en dan plaats ik een lijn en rails. Maar omdat het hier met de pupen een beetje moeilijk zit, plaats ik eigenlijk alle haken eventjes. Let wel op met lopen met je valgordel. Deze haak kan omdraaien, dus dat je daar niet volledig op vertrouwt. Zo, even de panelen afgetekend. Dus de paneelmaat plus moduleklem. Daar zit ik er altijd een paar millimeter naast, maar globaal.
gaan we kijken of we het ertussen krijgen. Plaats je de rails even los erop. Dan gaan we hem even fine-tunen. Dan zou het net moeten passen. Proppen de prop prop. Vervolgens kantel je hem erin. Dat gaat natuurlijk niet op de volledige lengte. Maar dan loop je er even langs. Dan zegt hij klik. Dan zie je hier de lipjes erachter wippen. Meestal geef ik hem nog een duwtje naar boven. Ik kan hier ook eerst stringkabels in leggen. En dan dicht klikken. Dat is allemaal mooi ontworpen. Zo, die zit erop. Hij golft een beetje, maar dat kunnen we straks allemaal bijstellen. Met de lengte van 3 naar beneden stellen we alles op gelijke hoogte. We gebruiken deze omvormers, merk AP Systems, de IC600. Het zijn eigenlijk, moet je het zien als 2 omvormers in 1 behuizing. Het is een duo micro-omvormer. Per paneel straks uitleesbaar via de EMA app te downloaden in de Play Store. Ja, het voordeel is dat je binnen geen omvormer hebt. Elk paneel voor zich. Het is een broertje van Enphase. Die kennen jullie allemaal wel. Die is een stuk bekender. Maakt meer reclame. Het is in principe hetzelfde werkingsprincipe. Alleen in deze omvormer, die een stuk zwaarder is, zit ook opstartrelais ingebouwd. Dus daar hoef je niet meer naar te kijken. Het wordt aangesloten door middel van een trunkkabel. Klik je hierin, alles netjes op te rippen. En dan komt er alleen een klein kastje bij het internet om uit te lezen. De ECUR. 1, 2, 3. Bloep. Alle rails zitten erop. Dan gaan we de boel afstellen. Dan leg ik altijd een lengte van 3 meter erop. En dan zie je, als je niks verandert, dan gaan die panelen een flinke verschil maken. Dus ik leg hem eigenlijk altijd van de bovenste naar de beneden toe. En dan stel ik die 2 rails even bij, zodat het mooi strak ligt. Dat je dit voorkomt. Schroefje los. En here we go. Here you go. Een schroefje vast. Alle omvormers zijn gemonteerd, getijrept. Bespaar daar niet op. Alle stekkers omhoog. Als de voeding er is, doen we deze ook nog even vast tijreppen. Dan gaan we zo eens naar het platte dak kijken, waar we met de PVX gaan spelen. De voeding komt via de muur omhoog. De airco boys hebben 2 airco's gehangen. Daar liggen de bepijping van op het platte dak. En wij gaan een pijpje omhoog boren en dan het PVX blok aan de gang. Nou, de gast van Reinier zal het wel weer mooi vinden. PVX multi-mount. Heel simpel. Erin en klaar. En zo maak je dat. Helemaal netjes in orde. Straks een pijpje omhoog, achter de goot langs naar het dak. Prima systeem. Ik hoop dat we elkaar inmiddels al gezien hebben. Het is erg druk in de montagewereld. Ik kwam uit met een nieuw systeem. Ook goot aan de hier te monteren. Frames. Super makkelijk. Klik. Het is net Lego Duplo. Rechtje erin. That's it. Ik ben benieuwd naar zijn nieuwe systeem.
vroeg hem even toe op Linky den Reinier. Er zit toekomst in. Mocht je een systeempje zoeken voor op het plat dak? A-rijen nummer 1. Je kan er alles mee. Het is veel beter als dat je kabels los op het dak legt. Stringkabels, goot, alles kan je erin stoppen. www.pvxmultimount.com. Dan ga ik de panelen halen, dan kunnen we ze zo gaan monteren. Hier heb je montagehulpset. Die klik je in het montagegat, zoals ik al eerder zei. Trina zonnepaneeltje. Dan gaan we hem aan de rails hangen. En dan leg ik er al het eerst minimaal 2 voordat ik begin te schroeven. De tweede is de baas. Floep! De eerste 6 liggen. Even zagen. Eindkappen erop. There's a possibility that this looks nice. Line it out. Bedankt voor het kijken. Toedels.